Dag kijkers, ik ben Serena voor RTV 48 met het nieuws voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. De sluisdeuren van de schutsluis in Totnes hebben het begeven. De sluisdeuren van de schutsluis in Totnes in Coroni hebben het begeven. Een van de sluisdeuren was al jaren buiten werking, waardoor slechts één deur in gebruik was. Een week geleden is de tweede sluisdeur ook bezweken volgens Roy Molly, de coördinator van het ministerie van openbare werken in Coroni. Ondanks pogingen om de deur handmatig te bedienen, bleek dit niet langer mogelijk. Hierdoor stond men voor de keuze om de sluis open of dicht te laten. Er is besloten om de sluis dicht te houden om te voorkomen dat water naar binnen stroomt. De vissers in Coroni zijn verhit en eisen aandacht voor hun situatie, aangezien hun boten niet meer kunnen uitvaren. Ook beginnen percelen in Totnes onder water te lopen. Er is dringend een elektrische takel nodig om de sluisdeuren te bedienen, maar de Technische Dienst van Openbare Werken heeft laten weten dat deze niet op voorraad is. De boze vissers dreigen met acties om de situatie snel aan te pakken. Molly erkent dat dit een groot probleem is voor coronie en onderzoekt nu naar mogelijke oplossingen. Wij vervolgen met meer nieuws. Bewoners van Vredeburg serie B verstoken van drinkwater. Bewoners van Vredeburg serie B en omgeving in Paramaribo zitten al langer dan een jaar zonder drinkwater uit de kraan. Een buurtbewoner meldt dat er soms dagenlang geen water beschikbaar is, terwijl ze maandelijks wel een rekening krijgen van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij M. De bewoners klagen dat de hoge temperaturen in de droge tijd het gebrek aan water onhoudbaar maken. Ze hebben herhaaldelijk bij de SWM aangedrongen op een oplossing, maar zonder resultaat. Sommigen moeten nu water kopen, wat financieel zwaar drukt. Ook zijn er meldingen van illegaal water aftappen, wat de situatie verergert. De bewoners hopen dat dit probleem snel wordt opgelost, gezien de dringende behoefte aan schoon drinkwater. Meer nieuws volgt. ABOP installeert Vrouwenraad. De politieke partij ABOP heeft in Paramaribo een Vrouwenraad geïnstalleerd. Minister Gracia Emanuel van regionale ontwikkeling en sport benadrukte de cruciale rol van vrouwen binnen de partij. Ze stelde dat vrouwen de kracht achter ABOOP zijn en een essentiële rol spelen in de politieke beweging. Tijdens de ceremonie spraken verschillende sprekers hun waardering uit voor de inzet van vrouwen in de politiek. Minister Emanuel sprak over de uitdagingen die de partij tegenkomt en de vooruitgang die is geboekt, ondanks beperkte middelen. Ze benadrukte dat de kracht van ABBAOP ligt in de samenwerking van zowel mannen als vrouwen. Overig nieuws. Derde verdachte aangehouden voor skimming. Medewerkers van de afdeling fraude hebben een derde verdachte aangehouden in de beruchte skimmingzaak. De verdachte, een 25-jarige man woonachtig in de omgeving van de Pakira Straat, werd op donderdag 5 september gearresteerd. Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden in deze zaak. Het onderzoek naar de zaak loopt nog en de verdachte is in verzekering gesteld. Wij vervolgen met meer nieuws. Republic Bank opent agentschap in Lelydorp. De Republic Bank Suriname NV heeft in Lelydorp een nieuw agentschap geopend dat diverse diensten aan het publiek zal aanbieden. Het agentschap, gevestigd bij Choice Lelydorp, biedt een cashloze operatie. Met uitzondering van stortingen en opnames die via een geldautomaat kunnen worden gedaan. Dit agentschap maakt deel uit van de inspanningen van de bank om financiële inclusie te bevorderen. En is bedoeld om meer toegankelijkheid te bieden voor de lokale gemeenschap. Auto's die EBS-masten dit weekend hebben gesloopt. Twee incidenten met voertuigen die elektriciteitsmasten van de NV Energiebedrijven Suriname EBS omverreden, vonden afgelopen weekend plaats in Paramaribo. In beide gevallen waren de bestuurders onder invloed van alcohol, wat leidde tot aanzienlijke schade aan de infrastructuur en voertuigen. Het eerste incident gebeurde zondagavond aan de Abraham-Samsonstraat, vlakbij de spoedijzende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Een dronken bestuurder reed zijn terreinauto hard tegen een EBS-mast. De auto raakte zwaar beschadigd, maar gelukkig waren er geen gewonden. De politie werd ingeschakeld en verrichtte ter plaatse onderzoek. Het voertuig werd vervolgens afgevoerd door een sleepdienst, terwijl technici van de EBS de mast onderzochten en de schade repareerden. Later die middag vond een vergelijkbaar incident plaats aan de Kennedyweg. Ook hier reed een man die duidelijke tekenen van dronkenschap vertoonde, zijn auto tegen een EBS-mast. De schade was aanzienlijk, maar ook hier vielen geen gewonden. Een passerende buurtmanager regelde het verkeer totdat collega's van het politiebureau Rijsdijk arriveerden om de situatie over te nemen. De zwaar beschadigde auto werd op verzoek van de politie afgevoerd. Net als bij het eerste incident werden EBS-technici opgeroepen om de schade aan de elektriciteitsmast te herstellen. Wij vervolgen met meer nieuws. Verontrustend nieuws. Grote brand vernield houten woning aan de Gongrijpstraat. In de vroege ochtend van vandaag, rond 6 uur, heeft een grote brand een houten woning aan de Gongrijpstraat in Paramaribo volledig in de as gelegd. De felle vlammen waren al snel zichtbaar vanuit de wijde omgeving, wat leidde tot paniek onder de omwonenden. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon door de hevigheid van het vuur niet voorkomen dat de woning volledig verloren ging. Brandweerlieden konden alleen nabluswerkzaamheden uitvoeren, omdat de brand al bijna was uitgewoed toen zij arriveerden. De verwoestende brand heeft aanzienlijke schade veroorzaakt, met zwart geblakerde resten en dikke rook die nog steeds boven de ruïnes hangt. Omwonenden verklaarden dat het huis werd bewoond door personen die bekend stonden als verslaafden, wat voor extra ongerustheid in de buurt heeft gezorgd. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend, maar de autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld om vast te stellen wat deze ramp heeft veroorzaakt. Meer nieuws volgt. OI, spelersgroep Nacho hekelt onwaarheden en beschuldigingen in artikel Dagblad Suriname. De spelersgroep van het nationale voetbalelftal van Suriname, Nacho, heeft zondag scherp gereageerd op een artikel dat zaterdag verscheen in Dagblad Suriname. Het bewuste artikel uit de forse kritiek op de houding en betrokkenheid van de spelers tijdens hun recente 3-1-overwinning op Guyana. Volgens de krant ontbrak het de spelers, van wie velen met een buitenlandse nationaliteit... Aan passie en emotie, wat scherp contrasteerde met de inzet die lokale spelers zouden tonen. Het artikel ging zelfs zo ver om de bondscoach van Nacio te beschuldigen van discriminatie door lokale talenten te negeren en pleitte voor een team met meer Surinaamse spelers die volgens de krant beter zouden presteren en emotioneel meer verbonden zouden zijn met het elftal. De spelersgroep van Nacio heeft deze beschuldigingen resoluut van de hand gewezen in een statement. Met verbazing en verdriet hebben we als spelersgroep het opiniestuk van Dagblad Suriname voorbij zien komen. De spelers van Natio, die overal ter wereld actief zijn, vertegenwoordigen Suriname met trots, zowel bij de club als bij Interlands. Wanneer wij samenkomen bij Natio, voelen we juist de verbinding met elkaar en met het land. Wij distancieren ons van de beschuldigingen richting onze bondscoach, meneer Menzo. Het uiten van ongenoegen na een wedstrijd accepteren wij als groep. Maar feitelijke onwaarheden, misinformatie, verkeerde weergave van wedstrijden en serieuze beschuldigingen zijn voor ons een brug te ver. Zonder enige bronvermelding en zonder de naam van de auteur te vermelden, zijn wij genoodzaakt om geen interviews meer te geven aan Dagblad Suriname. De reactie van de spelersgroep is een duidelijk signaal dat zij de beschuldigingen in het artikel niet zomaar laten passeren. Wij blijven de situatie volgen voor verdere ontwikkelingen. Zware aanrijding in Kommewijnen eist meerdere slachtoffers. Bij een tragisch ongeval in het district Kommewijnen in Suriname zijn zondagmiddag meerdere slachtoffers gevallen. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van kilometer 39 bij Sinabo en heeft volgens eerste berichten minstens één mensenleven geëist. Vier personen raakten betrokken bij de zware aanrijding. De situatie ter plaatse was schrijnend. Eén van de slachtoffers zat bekneld in een van de voertuigen waardoor de brandweer met spoed moest worden ingeschakeld om deze persoon te bevrijden. Hulpdiensten, waaronder ambulances en brandweerwagens, waren snel ter plaatse om de slachtoffers te helpen en verdere schade te voorkomen. Op dit moment zijn de omstandigheden rond de oorzaak van het ongeluk nog onduidelijk. De toestand van de overige slachtoffers wordt nauwlettend gevolgd, maar er is nog geen officiële informatie vrijgegeven over hun toestand. De politie zet het onderzoek naar de toedracht van dit vreselijke incident voort. Zielig bericht: bromfietser dood aangetroffen bij goot langs de weg. Aan de Bindadadienweg in Suriname werd een jonge bromfietser zondagmiddag levenloos gevonden bij een goot langs de weg. Het slachtoffer, de pas 21-jarige Yashwir Wazirali, werd daar ontdekt in een staat die enkel medeleven oproept bij de omstanders. Yashwir. Een jongeman vol dromen en toekomst lag er mogelijk al sinds zaterdagavond, verlaten en onopgemerkt. De vraag blijft onbeantwoord hoe hij precies op deze plek is beland, maar het vermoeden is dat hij in de duisternis van de nacht een ongelukkig geval heeft gemaakt. Zijn tragische einde roept veel vragen op en de politie van Kommewijnen is met het onderzoek belast. Met zijn dood is Jaschwier de tweede verkeersdode die deze zondag in Kommewijnen viel, na het zware ongeval eerder die dag. Het verlies van een zo jong leven benadrukt opnieuw de broosheid van het bestaan. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en geliefden in deze moeilijke tijd. Nou, nou, deze meneer heeft wel een aparte kijk op het leven. Reageerders op waterkant zijn laaiend. Cambiel, er zijn anderen die jullie beletten om ook rijk te worden. Marinus Cambiel. Ondervoorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij AB in Suriname heeft zijn standpunten krachtig naar voren gebracht tijdens een bijeenkomst vrijdagavond bij de SMS-Pier. Volgens Cambiel zal ABOP bij een verkiezingsoverwinning volgend jaar zorgen voor meer gelijkheid in Suriname. Hij beweert dat een specifieke groep opzettelijk arm wordt gehouden en geen kans krijgt om rijk te worden. Met vurige woorden zei hij, huisvesting, zonder woning, geld. Alles zal gelijk komen. We zullen balans brengen in het land. Wat de laatste was, zal de eerste worden. Wat de eerste was, zal de laatste worden. We zijn allemaal mensen met waarde. En iedereen heeft recht op alles wat anderen hebben. Niemand hoeft arm te blijven. Iedereen mag ook rijk worden. Er zijn anderen die jullie tegenhouden, waardoor je niet krijgt wat je toekomt en arm blijft. Kambiel vervolgde: Wanneer je arm blijft moet je hen smeken om iets te krijgen, zodat zij zich goed voelen. Maar Ababop zal dat veranderen. Jullie hebben de macht om te zorgen dat Abab het machtscentrum bereikt. Hij benadrukte dat het cruciaal is voor de Geel-Zwarte Partij om in het machtscentrum te komen, zodat zij kunnen laten zien hoe het moet. Cambiel stelde voor dat het onderwijssysteem en het loonstelsel drastisch zullen worden veranderd, zodat mensen meer zullen kunnen verdienen. Daarnaast onderstreepte hij het belang van vrouwen in de partij, zonder wie volgens hem ABOP niets is. De uitspraken van Cambiel hebben voor flink wat opschudding gezorgd, vooral onder de reageerders van Waterkant, die hun onvrede en kritiek luid laten horen. Het is duidelijk dat Cambiels visie bij velen in het verkeerde keelgat is geschoten. Lichaam van onbekende man aangetroffen in Suriname Rivier. Zondagmiddag is in het water van de Suriname Rivier. Nabij het districtcommissariaat Sipalivini in Paramaribo, het stoffelijk overschot van een man ontdekt. Een bewaker van het commissariaat vond het lichaam dat was aangespoeld bij de oever van de rivier. Het gaat om een man van Creoolse afkomst, gekleed in een blauwe jeans en een bruin shirt. Het lichaam verkeerde in een verregaande staat van ontbinding toen het aan land werd gebracht. Een ingeschakelde arts en de Surinaamse politie konden geen uitwendige sporen. ...van een misdrijf vaststellen. Na overleg met het Openbaar Ministerie... ...is het stoffelijk overschot in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie van Nieuwe Haven en het forensisch opsporingteam... ...waren ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Surinaamse Scheikunde Olympiade, nieuw platform voor jong talent. De Surinaamse Scheikunde Olympia SSO is onlangs gelanceerd... ...als een inspirerend nieuw initiatief gericht op het bevorderen van scheikundige kennis onder middelbare scholieren in Suriname. De SSO wil zoveel mogelijk jongeren bereiken en hen een unieke kans bieden om zich te verdiepen in het vakgebied scheikunde. De eerste editie van de Olympiade, die dit jaar als proef wordt gehouden, biedt een platform voor jong talent om hun passie voor scheikunde te ontdekken en hun kennis te verbreden. Het evenement wordt na afloop geëvalueerd om te bepalen of het een jaarlijks vervolg krijgt. Met dit initiatief hopen de organisatoren een blijvende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van wetenschappelijk talent in Suriname. De Olympiade biedt niet alleen een uitdagende leeromgeving, maar kan ook een stimulans zijn voor studenten om een carrière in de wetenschap na te streven. Jongeren die geïnteresseerd zijn in scheikunde worden aangemoedigd deel te nemen aan deze competitie, waar ze hun vaardigheden kunnen tonen en zich verder kunnen ontwikkelen. Meer informatie is beschikbaar op de officiële website van de Surinaamse scheikunde olympiade. NDP boodschap in Boven-Suriname, Wollet Afaya Baka. Nedicep. Aankomst van de NDP delegatie onder leiding van partijvoorzitter Jennifer geerling Simons in Botopassi zondag. In twee boten worden diverse dorpen aangedaan. Beeld NDP live uitzending. De voornaamste boodschap van de NDP-missie naar boven Suriname is naast kennismaking met voorzitter Jennifer geerling Simons het bestuur van het land overnemen na 25 mei 2025. Adungru in Akondre, NDP Olet Afayabaka, Unmusushipe Go hield de partijvoorzitter de gemeenschap van Samaka voor. De NDP wil zien waar we gaan, dus het licht moet weer aan. De NDP-delegatie is vrijdag begonnen met de campagne vanaf Pokigron en na diverse dorpen te hebben aangedaan, is ze zondag aangekomen in Botopassi. Sprekers, onder wie ook ondervoorzitter Sergio Akiamboto, Melvin Bouva en ondervoorzitter Ingrid Bouterse-Waldring, hebben aangegeven dat de eerste taak is om de verkiezingen te winnen. Aangevoerd werd dat mensen in de afgelopen vier jaren zijn verarmd. De belofte om binnen zes maanden tot een jaar verbetering aan te brengen in het leven van de mensen, is niet waargemaakt. Integendeel, heeft het volk het bijzonder moeilijk. Aan de Liba werd gevraagd om nog acht maanden vol te houden. Simons voerde aan dat stap voor stap de problemen aangepakt zullen worden wanneer de NDP weer aan de macht komt. Zij beloofde een eerlijk bestuur waar geen corruptie geduld zal worden. Wie de fout ingaat, zal worden aangepakt. Zij benadrukte dat corruptie de boventoon voert. Terwijl van het volk wordt gevraagd de buikriem aan te trekken, is dat niet merkbaar bij de regeerders. In het grootste dorp Chiyaba is een jongerenbestuur geïnstalleerd. De sprekers stonden in diverse dorpen stil bij de situatie van de mensen. Alles is veel duurder geworden, terwijl de sociale voorzieningen over het algemeen niet in orde zijn. De dorpelingen zijn erop voorbereid dat in aanloop naar de verkiezingen er weer van alles en nog wat beloofd zal worden. En mensen nu gemakkelijk aan een dokterskaart en andere voorzieningen zullen komen. Hen zal worden voorgehouden waarom zaken niet konden worden aangepakt. En er zullen weer mooie beloften worden gedaan. Simons benadrukte dat het een leugen is als mensen beweren dat in de kortste keren de problemen opgelost zullen worden. Zij benadrukte dat er tijd nodig zal zijn, maar samen zal er hard gewerkt worden in het belang van het volk. Bouterse Waldring merkte op dat haar echtgenoot veel is geweest in boven Suriname. Simons is pas gekozen en heeft tijd vrijgemaakt om kennis te komen maken in deze functie. De NDP heeft in 2020 één zetel behaald in Sipaliwini. Twee zijn gegaan naar ABOP en één naar de BP. Bouterse Waldring voerde aan dat de mensen nu het verschil hebben kunnen ervaren tussen de tijd dat de NDP aan de macht was en de huidige regering. Nu hebben de mensen het veel moeilijker. Baufa merkte op dat als er fouten zijn gemaakt, dan biedt hij daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Het is belangrijk dat eensgezind gewerkt wordt naar de verkiezingen. Hij stelde dat de regering niet luistert naar de noden van het volk. Wo let afaya baka, klonk het in verschillende dorpen. De NDP-delegatie doet nog diverse dorpen aan de komende dagen. Rumble in the jungle, bewoners Albina willen oplossing. Weg blijft gebarricadeerd. De situatie in Albina is gespannen. Sinds middernacht hebben honderden bewoners de oost-westverbinding nabij het Marwina ziekenhuis gebarricadeerd. De weg is geblokkeerd en een lange file van mensen die naar het centrum van Albina en Franciana willen staat vast. Ook personen die aan het werk moeten zijn gestrand. Mensen vanuit Albina kunnen niet naar de stad. De bewoners van Albina zijn vastberaden en laten de barricade niet opheffen totdat er een oplossing komt. Albina kampt met ernstige problemen, waaronder dagelijkse stroomuitval en watertekorten. Ondanks herhaalde klachten is er nog geen zicht op verbetering. De bewoners eisen een harde toezegging van de regering voor oplossingen. Ze hebben veel begrip voor hun actie, gezien de onhoudbare situatie. De bewoners wachten op de komst van een regeringsfunctionaris die concrete oplossingen kan garanderen. De mensen willen vooral vicepresident Ronnie Brunswijk zien en spreken omdat de situatie ernstig is en de geduld opraakt. NPS verwelkomt ruim 70 nieuwe leden met instapcursus. NPS heeft ruim 70 jongeren verwelkomd als lid. Zij hebben in het weekend een instapcursus gekregen. Dit is de eerste stap in het integratieproces. Tijdens een instapcursus afgelopen weekend zijn ruim 70 jongeren ingewijd in de geschiedenis, de visie, missie en kernwaarden van de NPS. In haar openingswoord ging Virginia Asin Oosburg, voorzitter van het scholingsinstituut, in op het belang van de instapcursus. Dit is een eerste stap in het proces van integratie van nieuwe leden in de partij. Nieuwe leden worden opgenomen in een groter geheel en netwerken van de partij worden uitgebreid met die van de nieuwe leden. Om deze personen bekend te maken met de partij en de verschillende functies binnen het politieke bestel heeft het Scholingsinstituut een programma in elkaar gezet. Naast de historie en doelstellingen van de partij is ook aandacht besteed aan media en informatie, het belang van ondernemerschap, verantwoordelijkheden en valkuilen in publieke functies. De groep is afkomstig vanuit verschillende gebieden binnen Paramaribo en andere districten. Zij hebben te kennen gegeven de partij te willen ondersteunen in het politieke werk, meldt de NPS. De presentaties werden gedaan door oud-assemblyleden, gewezen ministers, directeuren en vertegenwoordigers van partijorganen. De rode draad van de cursus was om de nieuwe leden voor te bereiden op het politieke werk en hen ervan bewust te maken dat zij te alle tijden de partij op waardige en deskundige wijze dienen uit te dragen. Aan het eind van de cursus kregen alle participanten uit handen van NPS-voorzitter Gregory Rusland een verklaring van deelname uitgereikt. Hij verwelkomde hen en benadrukte dat de NPS gestoeld is op de principes van diversiteit en inclusie van alle burgers binnen onze samenleving. Eenieder die een positieve bijdrage wenst te leveren aan de ontwikkeling van Suriname is welkom in de partij. Rusland merkte op dat het belangrijk is dat mensen die zich aansluiten bij de NPS mee moeten kunnen doen in de partij en dat het daarom nodig is dat zij goede kennis hebben van de partij. Het doorlopen van deze instapcursus was de eerste stap. Hij riep de nieuwe leden op hun schouders onder het werk van de partij te zetten op de nieuwe weg. Pasi. Ingrid Bouterse aan bewoners Jau Jau: neem alles wat ze je geven, maar stem toch op NDP. Tijdens een partijbijeenkomst van de Nationale Democratische Partij op vrijdag in het dorp Jau Jau te boven Suriname heeft oud First Lady Ingrid Bouterse Waldring. Echtgenoten van de voortvluchtige veroordeelde oud-president en voormalig NDP-voorzitter Daisy Bouterse, de bewoners van het binnenland aangespoord, om op 25 mei 2025 op de NDP te stemmen, ondanks de tekortkomingen van de huidige regering. Bouterse Waldering adviseerde de aanwezigen om alles te accepteren, wat ze in de resterende acht maanden van de regering Santoki Brunswijk ontvangen zullen krijgen, maar tegelijkertijd op de NDP te stemmen. Ze uitte haar bezorgdheid over de situatie in het land, waarbij ze aangaf dat er op het gebied van onderwijs, volksgezondheid en veiligheid veel problemen zijn. Op elk gebied is het een disaster. Onderwijs, volksgezondheid, veiligheid, noem maar op. Niets gaat goed in het land. Alle ziektekostenverzekeringskaarten hebben ze van jullie genomen, maar nu gaan ze het weer voor jullie brengen omdat de verkiezing nadert. Met nog acht maanden te gaan kan er wel veel geregeld worden. Maar ik hoop dat jullie je verstand gebruiken, want vier jaren lang hebben jullie gepinaard. Trek je buikriem strakker voor nog acht maanden, maar als ze het brengen moeten jullie het wel nemen. Want het is van jullie, benadrukte de NDP-ondervoorzitter. Bouterse Waldring verwacht dat er in de resterende maanden van dit regeertermijn veel beloftes en middelen zoals monikaarten aan de bevolking zullen worden aangeboden in een poging om herkozen te worden. Ze gelooft echter in de overwinning van de NDP en benadrukte dat de partij liefde heeft voor het land. Deze mannen houden van zichzelf, ze hebben geen liefde voor het land. En als jij van je land houdt, ga je alle moeite maken om ervoor te zorgen dat je land vooruit gaat. En u mag erop rekenen dat de NDP dat zal doen, aldus Bouterse Waldring, die hoopt dat de nieuwe voorzitter Jenny Simons op dezelfde manier zal worden ontvangen en behandeld zoals dat gebeurde bij Boutersen. Beste landgenoten, wij hebben een ernstige waarschuwing voor u alle wonenden in Suriname. Het is tijd om uw spuitwaterflesje, witte kleding en schaduw op te zoeken, want het wordt warm. Waarschuwing tegen gevoelstemperatuur van 43 graden. Paramaribo, de komende dagen wordt een extreme gevoelstemperatuur van rond de 43 graden verwacht. De meteorologische dienst Suriname heeft gisteren een waarschuwing geplaatst en gemeld dat de temperatuur overdag kan oplopen tot maximaal 36 graden en in de avond tot maximaal 27 graden. De gevoelstemperatuur zal echter tussen de 41 en 43 graden liggen, waardoor de hitte intenser zal aanvoelen dan normaal. De samenleving wordt gevraagd om zichzelf zoveel mogelijk te beschermen tijdens deze extreem hete dagen. De afgelopen dagen was de hitte al behoorlijk ondraaglijk. Vanwege de aanhoudende droogte voelt de temperatuur nog warmer aan dan deze in werkelijkheid is. Artsen adviseren om op warme dagen voldoende water te drinken en zich te beschermen tegen de zon door gebruik te maken van een paraplu of door een hoed of pet te dragen. Ook wordt aangeraden om luchtige kleding te dragen en op het heets van de dag binnen te blijven, bij voorkeur met airco of een ventilator. Bij elk gevoel van ongemak door de hitte wordt geadviseerd om direct contact op te nemen met een arts. Extra aandacht is nodig voor ouderen, baby's, chronisch zieke, zwangere vrouwen en mensen met een beperking. Deze kwetsbare groepen lopen een grotere kans op gezondheidsrisico's door de hitte. Ook huisdieren zoals honden en katten moeten voldoende water drinken en het liefst op schaduwrijke plekken vertoeven. Eigenaren van huisdieren worden gevraagd extra op hun huisdieren te letten tijdens deze hete dagen. Herinneringen aan Pim de la Parra Vandaag nemen we een moment om stil te staan bij de herinnering aan Pim de la Parra. Pim, geboren op 5 januari 1940 in Paramaribo en overleden op 6 september 2024, was een gerenommeerde filmmaker en mysticus. Zijn laatste ontmoeting met mij herinner ik me nog goed terwijl hij een wandeling maakte in de Prins Hendrikstraat in Paramaribo. Zijn woorden over het wezen van bewustzijn en zelfrealisatie waren een reflectie van zijn diepe betrokkenheid bij de filosofie van de Advaita Vedanta. Pim stond bekend om zijn zoektocht naar vrijheid van denken en zijn afkeer van dogmatiek. Deze zoektocht leidde hem naar de Advaita Vedanta en Zen-boeddhisme, die hij beide beoefende. Zijn film One People. Gemaakt in 1976 is een klassieker in Suriname en werd een belangrijk cultureel symbool voor de integratie van verschillende bevolkingsgroepen. Naast zijn filmcarrière was Pim ook een pionier in de Nederlandse filmindustrie, vooral bekend om zijn minimal movies. Deze stijl kenmerkte zich door het gebruik van minimale middelen en improvisatie. Zijn documentaire Paradox, getoond op 3 januari 2011, geeft een inkijk in zijn spirituele groei. En zijn onbreekbare toewijding aan anderen. Tot slot het weer. Vandaag is het afwisselend zonnig met wat wolken. Het warm en drukkend weer houdt aan, met een temperatuur die kan stijgen tot rond de 34 graden Celsius. De wind komt uit het oosten en verplaatst zich met een snelheid van 15 tot 25 km per uur. Het blijft droog. In de avond en nacht is er overwegend sprake van een heldere lucht. De temperatuur kan dalen tot rond de 25 graden Celsius. De wind blijft onveranderd. Ook in de avond is er geen sprake van enige regenbui. Let op, zoals eerder gemeld, wordt er een extreme gevoelstemperatuur van rond de 43 graden verwacht. Neem de waarschuwing serieus en bescherm uzelf tegen de hitte. Drink voldoende water, draag luchtige kleding en zoek schaduwrijke plekken op. Bij ongemak door de hitte, neem onmiddellijk contact op met een arts. Wees voorzichtig en houd rekening met de hitte, ook in de komende dagen. Dit is het voor nu. Straks een interview met Pim de la Parra en Wim Verstappen. Like en abonneer op dit kanaal en check ook onze muziekdownloads, speciaal voor de luisteraars. Vanavond een wat meer volledige Brazil en Bossa's voor het album voor Pim. Tot straks, ik ben Serena. Eet smakelijk en geniet van de muziek.